Hi en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Een nieuwe aanwinst. Voor de vaste kijkers een bekend gezicht. Ik heb eindelijk een Railion locomotief, elektrische locomotief voor goederen. Ik heb er voorheen ook in gehad. Dat was een Pico locomotief in een Roco doosje. Die had een probleem met een van de pantografen en de verlichting klopte niet. Deze heb ik kom ik tegen ergens anders op de beurs. En heeft dus eenzelfde probleem met de pantograaf. Had hier ook een beschadiging. Maar het blijkt dat daar het metalen buisje wat hier zo zit... dat ontbrak. Dat heb ik even opgelost met wat. Waar ligt het? Hier. Heat shrink voor op je over je kabels heen. Dat zorgt er in ieder geval voor dat hij nu goed blijft zitten. En het valt niet zo heel erg op. Ook zijn lampen zijn in orde. Aan beide kanten. Deze heeft wel de glaasjes er nog in zitten. En deze heb ik ook inmiddels al gedigitaliseerd. Wat niet zo heel moeilijk is. Zo. Want hier zit gewoon ook een aansluiting op. Een 6-pins, een 8-pins NEM aansluiting. Dus dat was een kwestie van alleen maar inprikken. En een beetje configureren. Ik heb wel gemerkt dat deze over het algemeen net wat steviger in elkaar zit dan die andere die ik had. De lampen assemblies vallen hier niet zo snel uit als bij de andere. Maar verder, hij werkt helemaal goed. Of werkte. Verlichting, rijden, allemaal prima. Dus ik ben er erg blij mee. Deze is eigenlijk niet geschikt voor dit kanaal. Want hij is gewoon helemaal in orde. Maar ik wilde hem alleen maar even vlug laten zien. Hij komt keurig met handleiding. Het is ook lekker gemakkelijk één schroef en hij is open. Zo. Kom schroef. Ik heb ooit deze schroevendraaier gemagnetiseerd. Tot op de dag van vandaag spijt van. Dan zien we nog een trucje weten hoe je dat eraf kan krijgen. Ik hoor het graag, maar het is mij nog niet gelukt. Het blijft magnetisch. De doos van deze Pico is niet zo'n goede staat. Maar het feit dat hij dus in de doos zit, maakt voor mij het opbergen een stuk makkelijker. Want ik heb natuurlijk nog steeds geen treinbaan. Dus dit is er eentje. Stond op mijn verlanglijst. Heb ik nu. Ben ik erg blij mee. Ik ga niks aan verbouwen. Het is helemaal goed. Dus... bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.